ik heb afgesproken met Toos dat ik haar vandaag even zou bezoeken. En we gaan ergens gezellig een kopje koffie drinken dadelijk. Ze heeft me ook al gezien, want ze heeft al gezwaaid. Wij vragen inderdaad de gast en de vrijwilliger, wat verwacht u eigenlijk van de zonnebloem? Heeft u bepaalde verwachtingen? Sommige gasten die zeggen, nou ik wil toch wel iedere week bezoek of ik wil het alleen op de maandag. Gewoon wat ze zelf aangeven. De vrijwilliger mag dit ook zelf gewoon aangeven, want er zijn vrijwilligers die nog werken, die een gezin hebben. Dus die hebben al minder tijd, maar die willen toch wel iets betekenen voor de mensen. Want daar gaat het ook vaak om. Je wil iets betekenen voor de ander. Ik heb dit eigenlijk overgenomen van mijn moeder. Die is ook actief geweest altijd bij de zonnebloem als gast. En nou, ik vond dat zo mooi wat die mensen deden. En toen zei ik al bij mijn eigen van, nou, als ik gepensioneerd ben, dan ga ik dat ook doen. Dat heb ik ook meteen gedaan. Dus ik zit er al van 2011... ben ik al vrijwilliger. Ik verheug me er altijd op als hij komt. Ja. En ik weet dat hij overal met iedereen moet rekening houden, dus hij kan niet de hele dag bij mij zijn. Maar dat geeft niks. Hij is een soort beschermengel. Naast mevrouw Boerop heb ik ook nog 3 andere gasten. Maar mevrouw Boerop die kreeg bij mij het meeste aandacht eigenlijk. Omdat die andere gasten mobieler zijn en die kunnen zelf nog veel dingen doen. Want Toos heeft namelijk een kunstbeen en ja, de laatste jaren is ze daarmee aan het sukkelen van dat het niet past en ja, dat is erg vervelend. Toos is een levensgenieter, hè? En ja, dat past mij wel in mijn straatje, zeg maar. Nou, ik denk dat je toch een beetje een luisterend oor moet kunnen zijn en een beetje geduld moet hebben. En, ja, toch je hart op de goede plaats hebben. Maar ik denk in principe dat iedereen het kan. Dus gewoon hartstikke leuk om te doen. Dat kan best persoonlijk zijn, want een aantal maanden geleden kreeg mevrouw de uitslag van een longonderzoek. En toen ben ik ook met haar mee geweest voor de uitslag en die was niet zo positief. Dus ja, dan zit ik daar zelf ook mee. En eigenlijk meer als dat zij ermee zit, want dat zij is een en al positiviteit wat dat betreft. En, maar ja, dat zijn dingen die bij het leven horen natuurlijk. Hè. Als ik hem niet had, dan was ik nergens. Dat gaat wel heel erg. Ja, nou, straks krijgt hij nog verbeelding hoor. Ja.